Hey, welkom in een nieuwe video waarin ik het met jou wil hebben over hoe je loskomt van ongezonde hechting in relaties. Nu, over ongezonde hechting tussen ouder en kind, dus in dergelijke relaties, heb je wellicht wel dan iets gehoord. Maar weet je ook dat dit ook vaker voorkomt in relaties dan dat je eigenlijk wel zou denken. Naarmate dat we verder evolueren als mens en een hoger bewustzijn gaan integreren, dus eigenlijk gaan leven vanuit de hoger bewustzijn, dan zal de manier waarop we relaties aangaan ook gaan veranderen. En dan is het belangrijk om meer bewustzijn te krijgen over de reden van een ongezonde hechting. Laat staan over het bestaan ervan. Nu, door zelf het pad van een tweelingvlam te lopen, ervaar ik nog veel sterker dan voorheen dat veel problemen in relaties hun oorsprong vinden in de trauma's die er zijn in elke partner afzonderlijk. En deze problemen zijn er eigenlijk als een soort van erfenis van voorouderlijke patronen, van aangeleerd gedrag over hoe dat relaties zou moeten zijn, maar ook omwille van pijnen uit dit leven en uit vorige levens. Nu, elk van die problemen zijn ook een stuk gekoppeld aan de vervormde vrouwelijke en mannelijke energieën in onszelf. Wanneer we gezonde, gelijkwaardige, vervulde relaties willen aangaan, dan gaan we mogen gaan kijken naar onze eigen stukken. Niettegenstaande dat elke relatie een spiegel is voor innerlijke groei en zielsontwikkeling, triggeren zielsconnecties, zoals onder andere een tweelingvlam, een tweelingziel of een soulmate, die pijn nog dieper. En dat komt doordat de energiefrequentie van die andere ziel zo dicht aansluit bij jouw eigen frequentie, dat alles wat dan niet resoneert met die frequentie eigenlijk voor disbalans zorgt in jullie connectie in de relatie. Nu, wanneer je in connectie bent met je tweelingvlam als voorbeeld, dan ga je in die connectie enkel problemen en obstakels ervaren door de ballast en de onzuiverheden die er nog zijn in jouw eigen energiesysteem of in het energiesysteem van de andere persoon. En vaak is er tussen tweelingvlammen zelf eigenlijk geen karma uit te werken, doordat ze eigenlijk hiervoor al in verschillende levens naartoe gewerkt hebben. Zeker als het een bedoeling is dat ze in dit leven ook samenkomen en samen een eenheid gaan vormen. Bovendien was eigenlijk elke relatie en elke connectie dat je bent aangegaan voor het ontmoeten van je tweelingvlam er om die karmische lessen te leren, om al de ballast dat er nog is en dat je kan uitwerken met anderen, om die te gaan uitwerken. Als een soort van voorbereiding, maar eigenlijk nog meer nog als een uitzuivering van jouw systeem, van jouw essentie, zodat hij klaar zou zijn voor die diepe zielsconnectie. Nu, je weet het wellicht dat wel al, dat als je mij een tijdje volgt, maar tweelingvlammen zijn hier op aarde om relaties anders te gaan doen, anders te gaan beleven, anders te gaan inrichten, zou ik bijna gaan zeggen. En daarom werken zij ook vaak rond, dus in hun eigen persoonlijke ontwikkeling, rond thema's van die vervormde mannelijke en vrouwelijke energieën. Nu, als goddelijke vlammen belichamen zij elk een van de twee energieën in min of meerdere mate. Dat betekent dat de ene tweelingvlam vooral de goddelijke mannelijke energie zal belichamen, terwijl dat de andere partner de goddelijke vrouwelijke energie belichaamt. En zo, op die manier, kunnen zij elkaar gaan balanceren. Nu, pin je niet vast op het geslacht, want er zijn evengoed tweelingvlammen met partners van hetzelfde geslacht. Want ook daar, binnen de niet-hetero- of homofobe relaties, of hoe noem je dat eigenlijk, moeten en mogen er ook nieuwe templates neergezet worden rond liefde en rond het doen van de relaties. Want uiteindelijk, liefde van een ziel tot een ziel, die houdt geen rekening met geslachten en enkel maar met de energie en de trillingsfrequentie van die andere goddelijke partner. Nu, er zijn veel mensen die het bestaan van tweelingvlammen ontkennen. Enerzijds doordat die reis van een tweelingvlam wat overgeromantiseerd werd en men de films gebruikt en de romantische boekjes als het is zo. Anderzijds is het aangaan van een dergelijke diepe zielsconnectie zo transformerend dat niet iedereen erin slaagt om dit tot een succesvol einde te brengen. En zeker als je jezelf verliest in de connectie en de blokkades en de patronen die bovenkomen niet heelt en dus enkel blijft focussen op de andere, is de kans dat je in die valkuilen gaat vallen en dat je blijft eigenlijk vastzitten in die ballast, je eigen ballast, veel groter. Het normale
Het lot is eigenlijk dat tweelingvlammen samenkomen. Maar dat kan pas als beide het nodige innerlijke werk hebben gedaan. Zo niet, dan stoten ze elkaar eigenlijk constant weer af en dan staat er vrij veel discussies, drama's en nog meer onzekerheid. De reis van een tweelingvlam is net daarom in eerste instantie er één van je eigen ziel. De weg naar binnen lopen, opnieuw eenheid in jezelf creëren om vanuit die eenheid de connectie met je tweelingvlam aan te gaan en misschien te evolueren, normaal gezien te gaan evolueren in een heilige relatie. Met dergelijke connectie ervaren is ook heel krachtig, want onvoorwaardelijke liefde heelt alles. Tenminste, als je ervoor open staat, want het is ook heel overweldigend. Waardoor dat het ervaren van deze diepe emoties opnieuw angsten kan gaan triggeren en dus eigenlijk jezelf kan gaan saboteren daardoor en eigenlijk weer ervoor kan gaan zorgen dat je gaat weglopen. Nu, wat zijn goddelijke vlammen? Tweelingvlammen zijn ook goddelijke vlammen. Wanneer je ze zou bekijken op energetisch vlak, dan zou je eigenlijk twee vlammen zien van dezelfde kleur, met dezelfde trilling, hetzelfde geluid, dezelfde eigenschappen. Hierdoor ontstaat het soms het idee dat die twee helften, dat er eigenlijk twee helften zijn van één ziel, maar dat klopt niet. Beide zielen zijn heel en volledig op zichzelf, doordat ze op hetzelfde ogenblik geboren zijn, dus op hetzelfde moment ontstaan en afgesplitst uit de bron, dragen ze exact dezelfde frequentie. En dat heb je slechts met één ziel. Niet elke ziel ontmoet zijn tweelingvlam in dit leven, omdat nog niet iedereen de spirituele ontwikkeling en maturiteit heeft om vanuit een open hart en mind deze connectie aan te gaan en samen terug te keren naar de bron. Meestal zijn tweelingvlammen ook oudere zielen die al heel wat levens achterug hebben gehad en hier eigenlijk nu zijn om de evolutie in goede banen te leiden. Sommigen door hier gewoon te zijn, door hier te leven en hun innerlijke werk te doen in deze tijden en anderen dan in een meer actievere vorm door lichtwerker te zijn, een healer, een schrijver, maakt niet uit. Kortom, door dat iets te gaan doen die in service is van het collectieve bewustzijn. Naast deze goddelijke vlammen die geïncarneerd zijn als tweelingvlammen, zijn er ook vlammen en stralen waarmee dat we kunnen gaan werken. Nu, als healer en tweelingvlam is het mijn taak, een van mijn taken, om daar meer kennis over te delen met het collectief en een nieuwe vorm van healing te gaan verspreiden. Daarom zal ik ook op regelmatige basis video's en visualisaties gaan delen om meer te vertellen over die goddelijke vlammen. Zodanig dat jullie er vertrouwd mee raken en dat jullie ook mee kunnen gaan werken. En een stuk ook in een aanloop naar een boek dat ik aan het schrijven ben, in samenwerking met mijn gidsen over deze goddelijke vlammen. Een boek zal dienen als een tool in het proces van bewustwording. En iedereen eigenlijk de handvatten geven om zijn eigen groei in handen te nemen. Om eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid te gaan nemen voor je eigen spirituele ontwikkeling. Nu, goddelijke vlammen zijn energetische vlammen. Goddelijke stralen zijn eigenlijk diezelfde energie van de vlammen, maar met dat verschil dat het eigenlijk de vlam is, dus de energie van de vlam die zich voortbeweegt van de ene plek naar de andere plek. Je kan eigenlijk een vergelijking maken, maar wanneer het licht op een bepaalde hoek of in een bepaalde hoek op een spiegel of glas schijnt, en dan zie je plots allerlei kleuren verschijnen, wat je normaal gezien met het blote oog niet zou zien. Dus deze stralen zijn eigenlijk net zoals die kleuren, die zijn er altijd, maar we kunnen ze niet altijd zien. Maar ze kunnen je wel altijd bijstaan in jouw groei, ook al zie je ze niet, ze zijn er altijd. Nu, wat is het nut om met die stralen te gaan werken? Wel, voor elke kwaal, voor elk probleem waar je tegenaan loopt, is er eigenlijk een goddelijke vlam of een straal. En door contact te maken met die vlam of straal, om die vlam aan te roepen, kan je intappen op de healende energie van die vlam. Het hoeft niet altijd in een lange visualisatie of meditatie te gebeuren. Je hoeft niet altijd naar een kristaltempel te reizen in je lichtlichaam. Want bovendien, niet elke vlam heeft ook een eigen kristaltempel. Maar weet dat het heel krachtig is om met deze vlammen te werken, zodanig dat je blokkades en trauma's aan jezelf kan healen. Vandaag wil ik je ook meegeven dat ik vanaf nu ook ga werken met uitgebreide video's. Die zijn wel betalend en die worden geplaatst op Vimeo. Daarvoor ga je ook hieronder de video een linkje vinden, mocht je dat willen. Maar dus wil ik vandaag ook
de gebruik maken om te verlinken, of de link te vermelden, te verlinken, naar een transmissie dat ik gemaakt heb, waarin wij dan eigenlijk gaan samenwerken met de 97e en 98e vlam. Die helpen ons om balans te brengen in de vrouwelijke en mannelijke energie. En vandaar, omdat we bezig zijn over die ongezonde hechting en over die vervormde mannelijke en vrouwelijke energieën, wil ik dat even aanhalen. Nu weet, als je dergelijke transmissie of een healing ondergaat, dat je eigenlijk nooit te snel gaat of nooit te veel kan krijgen. Alles gebeurt zoals het moet en mag zijn. En daarop vertrouwen is heel belangrijk in het werken met de vlammen in het algemeen, volgens de nieuwe tijd. Want alles gaat heel snel op dit moment. Als je ervoor open staat en als je mind het niet blokkeert natuurlijk. Nu, tussendoor heb je hulp nodig in je proces, aarzel dan ook niet om contact met mij op te nemen. Nu, verder met waar we dat bezig waren, om te begrijpen waarom je eigenlijk de vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf mag gaan balanceren om eenheid te creëren, is nuttig om te weten van waar dat die splitsing vandaan komt. Want dat is verbonden met het ontstaan van je ziel en dus ook met de kern van wie dat we zijn. Nu, heel lang geleden, toen de bron zich wou ervaren, besloot de bron zich op te splitsen in een mannelijke en een vrouwelijke energie. De mannelijke energie splitste zich eerst af, waardoor dat de vrouwelijke energie eigenlijk alleen kwam te staan. En tijdens deze afsplitsing ontstond de leegte in beide energieën, omdat ze geen deel meer uitmaakten van de eenheid en van de onvoorwaardelijke liefde van de bron. Beide energieën reageren of reageerden hier heel verschillend op. Zo kan het zich uiten als agressiviteit, dominantie, onderdanigheid, afhankelijkheid, overbezorgdheid, verlatingsangst, bindingsangst, te weinig zelfvertrouwen of net veel te veel zelfvertrouwen, egocentrisch gedrag, veel waarde hechten aan materiële zaken, een gesloten hart, het moeilijk kunnen uiten van emoties en gaan we nog zo verder. En dat uit zich altijd anders, afhankelijk of dat het meer vanuit de mannelijke of vanuit de vrouwelijke energie komt. Dus het heeft niet te maken met jouw geslacht, maar wel met de energie. Nu, vanuit dit scheidingstrauma, vanuit het oertrauma, ontstaat dus ook de kans dat je eigenlijk vanuit een ongezonde hechting relaties aangaat. Wat gebeurt er dan? Dan ga je vanuit de leegte die in jezelf er nog is, vanuit het gevoel dat je de ander nodig hebt, om weer heel te zijn, ga je een relatie aangaan. Wat betekent dat wanneer dat die persoon ons dan verlaat, of de relatie komt een einde, dat je jezelf dan eigenlijk weer opnieuw een groot slachtoffer gaat gaan voelen. En de pijnen die er al waren, of de problemen die er al waren, zoals verlatingsangst of weinig zelfvertrouwen, worden op dat moment eigenlijk opnieuw getriggerd en worden eigenlijk bevestigd. Wordt u bevestigd in het iemand zijn met weinig zelfvertrouwen bijvoorbeeld. Terwijl het eigenlijk net het omgekeerde is. Dergelijke relaties zijn er eigenlijk zodanig dat het getriggerd wordt, zodanig dat je de kans zou krijgen om jezelf te healen. En zeker als dat gebeurt in een connectie met een tweelingvlam of een tweelingziel, dan is dat belangrijk dat je daarmee aan de slag gaat. Door eerst de leegte in jezelf te vullen met energie van de bron, door jezelf liefde en aandacht te geven, door je grenzen goed te kennen en te bewaren, door te weten dat je altijd verbonden bent met alles en iedereen om je heen, kort gezegd, door aan jezelf te werken, ga je weer heel worden. Ga je jezelf weer volledig gaan voelen. Om vervolgens vanuit de eenheid op een zuivere manier je te kunnen gaan verbinden met je goddelijke partner. Met de partner die eigenlijk voor jou voorbestemd is, die jouw lot is, of wat je ook wil doen. Wat natuurlijk dan een totaal andere dynamiek gaat gaan creëren, dan van wanneer je vanuit afhankelijkheid in de relatie gaat gaan stappen om je gelukkig te gaan voelen. Connecties waarbij dat beide partners vanuit heelheid en vanuit onafhankelijkheid beslissen om zich te verbinden met elkaar, of ja, vooral met elkaar, vormen eigenlijk een helende verbinding, waardoor dat eigenlijk trauma's en pijnen die er nog zo aanwezig zijn, eigenlijk geheeld worden door de verbinding. En dit zijn verbindingen waar onvoorwaardelijke liefde en eenheid kan gaan stromen van de ene naar de andere partner, maar ook verder uit naar de mensen in jouw omgeving. En in deze relaties of connecties bestaat eigenlijk dan ook de mogelijkheid om door te groeien, verder te evolueren naar een heilige relatie. Maar daar gaat het op dit moment nu niet over. Echter, om tot dat punt te komen van een heilige relatie, is het of gewoon om tot het punt te komen om eigenlijk vanuit de zielsconnecties een
zuivere hechting of een zuivere relatie aan te gaan, is belangrijk om de vervormde mannelijke en vervormde vrouwelijke energieën in jezelf te gaan helen. Zo niet, dan zou je de goddelijke wederhelft constant op de afweermechanismen van je systeem gaan drukken en meer pijn bij je veroorzaken. Wat dan weer meer voor drama, discussies en disbalans in connectie zal zorgen. Nu, mocht je dat wensen, dan, zoals ik al zei, dan heb ik die transitie geschreven die je kan doen. En in die transitie werken we met het drakenbewustzijn en die goddelijke vlammen 97 en 98 om de mannelijke en vrouwelijke energieën te balanceren en healen waar het reeds kan. Nu, vraag je wellicht af van waarom niet volledig? Maar dat is heel simpel. Over sommige blokkades, pijnen en trauma's is het belangrijk dat we eerst meer informatie, meer bewustzijn, meer inzicht verwerven voordat deze mag en kan transformeren en healen. Want als je het zou transformeren, terwijl je eigenlijk niet goed begreep van waarom dat je dat gedrag staat of van waar dat pijn komt, dan ontneem je jouw ziel eigenlijk een kans om iets bij te leren. Vandaar dat ik ook meegeef dat alles wat kan en mag geheeld worden ook zal gebeuren tijdens de transitie. En dat is ook hetgeen wat er gebeurt tijdens de transformatiesessies met klanten. Wat dat mag en getransformeerd worden, moeten we niet langer meer meeslepen, maar kunnen we onmiddellijk loslaten en transformeren. Nu, de link naar de video met de transitie vind je hieronder in de video, in de box, de beschrijvingsbox. En zoals altijd heb je nood aan een reading, healing of channeling. Twijfel dan niet om contact met mij op te nemen. Op dit ogenblik gaan de readingen en healingen door binnen de 3 à 4 dagen naar reservatie. Dus je kan er natuurlijk reserveren via de website of de linkjes hieronder. En zoals altijd, in dienst voor ieders hoogste goed, liefst. Tot de volgende keer. Dag.